We zijn de Greenport begonnen vanuit de gedachte, die samenwerking binnen de Greenport tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, die moet beter. Want wij hebben goud in handen in de Greenport en dat moeten we uitnutten, dat moeten we vergroten. Je moet samenwerken om uiteindelijk meer te kunnen maken. En die 5 jaar hebben geleerd dat dat werkt, dat dat oplevert en dat wij dat kunnen, dat samenwerken. Dus ik ben erg trots op alle instellingen, alle ondernemers, overheden die die 5 jaar tot een succes hebben gemaakt. Een groot succes, zeg maar, wat je nu hebt in de Greenport is investering in bereikbaarheid. Je ziet bijvoorbeeld in Westland, daar wordt de veilingroute bij de Flow 100 locatie wordt echt zwaar aangepakt. Er komen verdubbeling van de wegen, komen extra rotondes bij. Maar dan zijn we er nog niet. We willen eigenlijk ook nog de verdubbeling van de hele route hebben. Dus daar lobbyen we voor en volgende week krijgen we 2 ministers en een staatssecretaris langs. En daar kunnen we ook uitleggen wat wij willen. Dus we krijgen nu ook even het podium om op het hoogste niveau uit te leggen wat daar nog moet gebeuren. Om ervoor te zorgen dat die doorstroom ook in de toekomst gewaarborgd is. Het samenwerken met andere partijen maakt het leven wel complexer. En daarmee introduceer je ook wel grotere onzekerheid, grotere risico's. Aan de andere kant creëer je ook meer grotere kansen. En het gaat erom dat je dat samenwerken zo goed leert dat je die kans op mislukken zo klein mogelijk maakt, terwijl je die grote mogelijkheden die je met elkaar creëert intact houdt. Zonder samenwerking komen we er niet. Eigenlijk is het gewoon één groot ecosysteem waar we in zitten. En dus is samenwerken heel belangrijk. Als het gaat om de economische component, denk ik dat de uitdaging op het verkeer het grootst is. Als u vraagt naar hoe moeilijk is het samenwerken, denk ik uiteindelijk toch, denken in grotere verbanden, de uitdaging is. Over de eigen belangen heen stappend is dat de grootste uitdaging. En de veelheid van initiatieven. Je kan op alle fronten, loopt er wel iets, waar doe je aan mee en waar doe je niet aan mee? Dat vind ik ook best wel lastig om dat vast te stellen. Je hebt ook een dagdagelijkse business te runnen en sommige dingen in de samenwerking hebben niet direct impact op je dagdagelijkse business, maar zijn van belang voor de langere termijn. Hoeveel dingen tegelijk kan je erbij hebben? Ik vind het ongelooflijk interessant. En waarom? Omdat ik alleen maar mensen tegenkom die heel erg gemotiveerd zijn. Dat zie ik ook in de zorgsector, maar dat zie ik dus ook juist in de landbouw. Dat vind ik echt enorm aanstekelijk. En de oplossingen die in de landbouw gevonden worden, ook in de tuinbouw waar juist heel veel wordt samengewerkt, ja, die helpen mij weer om beter te begrijpen wat nou inderdaad de succesfactoren zijn. En ook beter die te onderscheiden van de plekken waar dat minder goed gaat, waar daar dus de faalfactoren zijn. Dus ik word sowieso heel warm van het vakgebied, omdat ja, mensen met enorm belangrijke dingen bezig zijn met heel veel passie. En aan de andere kant zie ik dat hier heel snel geleerd wordt en dat ik mee kan leren. Ja, terugkijkend op 5 jaar zijn we trots. Maar tegelijkertijd die kennis van wat we in 5 jaar hebben bereikt, heeft ook heel veel kennis gebracht over welke stappen nog verder gezet moeten worden. Op energietransitie, op circulair, op de onderwijs-arbeidsmarkt, op kennis-innovatie. Te veel om op te noemen eigenlijk. Dat betekent dat we naarmate we meer samenwerken, dat smaakt ook naar meer. Je ziet ook meer kansen en mogelijkheden. Nou, daar hebben we echt nog zeker 5 jaar voor nodig om die nog meer uit te bouwen. Dus genoeg te doen voor de komende 5 jaar. Ik ben zo dankbaar dat ik met jou mag samenwerken. En dat zijn we denk ik allemaal. Dus heel graag 3 hoeraatjes voor Jolanda. Ja! En heel veel dankjewel.